Welkom iedereen bij Let's Play van Summon Night Swordcraft Story. Vorige deel kwamen we Tyrum tegen. En zijn we in een lighthouse, wat ik snap nog steeds niet waarom dit een lighthouse is. Denk ik echt meer op de kerken. En wat is dit voor plek, man? Hey, Eurixa. Punt 1, jij hebt hem gevangen gezet. We must help him. Ja. Ah, hij gaat toch weer neer, net zoals de vorige keer. Quick move. Want wat jij kan, kan ik ook. Ah, dat is gewoon flauw. Burst flare. Go. Dan brandt hem toch gewoon op. Probleem opgelost. Dat was niet moeilijk. Jaspeer zuigt. Oké. Wauw. Ja. Silence. Nou, oké. Gaat springen of niet? Wat? Ze sprong. Serieus? En zo dom. Is zo dood, wauw. Ah, ik kan niet springen, wat jammer. Oké. William Kenwall. Nee, we gaan omhoog. Hij moet toch een beetje kijken wat hier is. Doei. Oké. Oké, dus dat is hier. Oké, dan heb ik alles wel uitgezocht nou. En dan zijn we hier. Oké. Bye bye. Oké, dus gewoon de vloer naar beneden nemen. Zo. Waar was hier de uitgang?
Hier ergens toch? Ja. Echt, ik vind het nog steeds... Dit is geen vuurtoren, jongens. Dit is meer een freaking kerker. Ik zeg het opnieuw. Dit is kerker. Hoe leg jij mij anders uit al die kettingen? Zelfs de fucking achtergrond ziet uit als een kerker. Kijk dan. Is kerker. Nou, doe quick move. Ik wil ze testen. Dan gaat het niet echt heel snel. En hier is dan de uitgang. We zijn steeds bij de uitgang. Wauw. Nee, het ging niet sneller. Als ik quick move spam, dan ga ik niet sneller weg. En zo. Dat is echt douchebags. Maar even de leiders doen het niet. Waarom doen Kuren en Tyrem het niet? Hun zijn... Hun kennen... Romari. Ah, oh, de Veltalje zit dit stuk. Flauw. Oké. Okay. Oké, okay, duidelijk. De muziek is wel awesome. Nee, shit. Wij zijn fucked. Okay. Okay, Sandra, wil je er overleggen? Kom blijven. Oké. Okay. Ja, de volgende opponent is Sanaria. Sanari. Wat is waar vond? We praten met Beelzebub. Vindt hij wel leuk. No, I don't. Why? That's a given. Expect a lot of you just because you're the child of Sintetsu. Oké. Okay. Wauw. Ja, is goed. Dan zou ik er
Ja. Nee, iedereen komt gewoon binnenlopen. Dat is het allereerste. Hij is altijd aardig. Hij is altijd aardig. Leuk, leuk, leuk. Ik ben er niet en zie wat gebeurt. Nou, dat begon mee, waarom niet? Oké. Okay. Ik dacht van dit. Wij gaan de pad beëindigen. En ja, volgende pad ben ik waarschijnlijk in een labyrinth. Ik hoop dat je genoten hebt en ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!